Veel mensen missen in deze tijd hun dierbaren. En hoewel videobellen en zwaaien op afstand het leed een beetje verzachten, gaat er niets boven echt contact. Een warme handdruk, een arm om je heen of een lekkere knuffel. Zonder mondkapje, maar op veilige afstand, trok de bouwbox naar de Brusselse poort en vroeg: wie zou u nu het liefst willen zien? Hi Nicky, hi Liam, omi met zijn geel haar. Ik hoop dat het allemaal snel achter de rug is en ik kan omi lekker knuffelen. Au revoir. Ik zou het heel prettig vinden om de kleinkinderen te zien, maar helaas wonen die over de grens, dus dat zal niet zo gemakkelijk zijn. Familieleden, kleinkinderen en iedereen eigenlijk wat ik mis. Ja, dat is mijn vrouw, maar die is overleden al een dementie, dus daar wil ik me altijd verkopen. Ja, jammer genoeg, maar het is niet anders. Nou, nu in die tijd mis ik eigenlijk mijn kleinkinderen, de kinderen toch wel. Ik zou mijn kleinkinderen het liefste willen zien. Ik zou ze wel een keer echt weer eens willen knuffelen. Nou, mijn ma die maak ik nog gelukkig bezoeken. Mijn maan is gelukkig nog bij mij in het huis. En mijn beste vriend heb ik deze week nog gezien. Dus ik ben na omstandigheden een redelijk gelukkig mens. In deze tijd is allereerst de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. En dan mijn collega's van de ziekenomroep. Ik mis u allemaal. U zou mijn zoon wel eens zien. Want hij woont namelijk in Bijls en daar kunt de ganzen niet leven. Het allerliefste, als dat zou nog mogelijk zijn, mijn vrouw die nog niet zo lang geleden overleden is. Ja, ik zou vandaag natuurlijk al mijn vrienden en familie willen zien, want ik ben jarig. Maar dat gaat niet. Dus vanavond kom ik verzoomen. En dan proberen we er toch nog een feestje van te maken.